Hallo. Je ziet het, ik heb mijn rode baret weer op. En waarom? Het is vandaag de dag van het hart. Dus laten we zo'n hart tekenen. Volgens mij hebben we dat al een keer gedaan. 14 februari, denk ik. Met Valentijn. Maar we kunnen het weer herhalen. Hè? En misschien moeten we ook eens een keer een echt hart tekenen. Dat is wat lastiger. Maar ja, doe je weer mee? Dan gaan we een hart tekenen. Ja, vandaag de dag van het hart. Maar hoe ziet een hart er nou uit? Nou, we hebben al hartjesdag gehad, we hebben allemaal hartjes getekend. Valentijnsdag hebben we natuurlijk ook hartjes getekend. Hoe ziet nou een echt hart eruit? Ja, dat is best wel een niet zo heel makkelijk om te tekenen, tenminste. Ik vind dat niet zo heel makkelijk. Een beetje deze vorm zo. En dan daar zit hier een aparte soort kamer. En het hart zelf is ook nog in twee kamers verdeeld. Nou, daar lopen hier ook aan de buitenkant ook nog wat adertjes zo. En dan heb je zo het hart in twee delen. En dan heb je hier gelijk een grote slagader die er vandaan komt. En hier nog één. Hier achterlangs loopt ook een grote slagader. Zo. Dan mogen we dit ook al een beetje zo schaduw aangeven. Nou, dit is natuurlijk, dit zijn die slagaders zo. En als we die een beetje. Weet je, zo die. Schaduw daar een beetje aangeven aan zo'n slagader, dan is dat ook gelijk duidelijk. Dat het aders zijn die er achter langs lopen. Dus deze dan. Hier zitten dan gelijk alweer vertakkingen op natuurlijk. Hier heb je gelijk alweer adertjes die eruit komen. Zo. En dit hier op dat hart zelf lopen ook alweer bloedvaten. Nou, dit is dan een beetje hoe een hart eruit ziet. Ja. Ik teken liever gewoon zo'n hart. Wat je ook nog zou kunnen doen. Rozen tekenen in de vorm van een hart. En maar zo. Een roos bijvoorbeeld. Dan teken je gewoon meerdere rozen omheen. Maar dan probeer je dat een beetje in de vorm van een hart te doen. Hij zit erg klein en een beetje aan de zijkant zo, maar eigenlijk moet dan. Ik pak gewoon even een nieuw velletje voor. Laten we daar een nieuw velletje voor pakken. Voor dat, en dan kan je natuurlijk van tevoren even met potlood alvast dat hart tekenen. Wacht, we gaan eventjes weer even opnieuw beginnen met die roosje. Dan zie je gelijk even hoe ik een snelle manier een roos teken. Zo. Hier daarnaast nog een roos. Deze iets groter maken. Zo. Hier ook een roos.
zullen dan uiteindelijk hier de vorm van een hart krijgen. Of je al een beetje ziet dat er een hartvorm in komt. Het is altijd een beetje. Ik zeg al, je kan beter eerst even met potlood al die vorm aangeven van zo'n hart. Kijk, je krijgt al een beetje dat idee van een hart, hè. En het mag best een beetje over elkaar heen vallen, die blaadjes. Die rozen mogen best hier. Deze valt ook een beetje achter de ander. Ja, anders krijg je die vorm natuurlijk ook niet mooi. Zo. En nog mooier is natuurlijk als je dit een kleur kan geven. Het kan ook natuurlijk na afloop kleurpotloden. Aquarel. Ik kan natuurlijk heel makkelijk zelf dan een mooie kleur aangeven aan zo'n rozenhart. Nou, ik heb het idee dat deze video nu al een beetje erg lang aan het worden is. Even snel een tekeningetje, maar goed. Deze roos valt er ook een heel groot deel achter. Zie je al wel. Maar we krijgen nu wel het idee van een rozenhart. Het is niet helemaal een hart geworden. Ik kan hier natuurlijk nog een stukje roos tekenen. Zo. Een beetje idee te krijgen van een hartvorm. Nou, ik zou zeggen, ga zelf hart tekenen. We kunnen nog wat harde hartjes bijtekenen. En dit, ik kan ook zo'n heel blad vol zetten met hartjes, hè, om te oefenen. Hoe teken ik een hart? Ik heb verschillende soorten. Je hebt een lang hart, kleine hartjes, meer bolhart, zo. En natuurlijk, het zijn geen hartjes, maar in Friesland heb je deze. Ja, de Friese lach. Het zijn geen hartjes, maar sommige mensen zien daar ook hartjes in. Nou goed, hartedag vandaag. Veel plezier met tekenen en ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.